De snelwegschutter heeft dinsdagavond waarschijnlijk opnieuw toegeslagen. Op de snelweg A20 bij Nieuwekerk aan den IJssel sneuvelde dit keer de zijruit van een auto. De eigenaar heeft de politie gebeld en die onderzoekt of de auto daadwerkelijk is beschoten. Als dat zo is, dan is dit het 37e geval van een beschieting op de snelweg sinds begin augustus. Het Royal Beach Concert is dinsdag failliet verklaard. Dat bevestigt de rechtbank in Den Haag aan Omroep West. Organisator Bob Reigen noemt in RTL Boulevard de druk van de Consumentenbond een van de redenen van het faillissement. De bond had met tientallen gedupeerden een rechtszaak aangespannen om het ticketgeld terug te krijgen. Deze zaak gaat donderdag nog wel door. De burgemeester van Reewijk heeft laten weten begrip te hebben voor het stilleggen van het festival Bruisend Reewijk afgelopen weekend. Het muziekfestival werd op last van de politie afgeblazen vanwege naderend noodweer. Uiteindelijk bleek dit mee te vallen. Burgemeester Van der Kamp wil de gebeurtenissen evalueren met betrokken partijen. In het Westland worden op 10 plaatsen maatregelen genomen om verkeerslawaai te verminderen. In totaal wordt 22 kilometer aan wegen voorzien van geluidsreducerend asfalt. De maatregelen zijn onderdeel van een landelijk programma van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat zich richt op het terugdringen van verkeerslawaai.